Goedemiddag en welkom bij week 2 van Advent Time, de adventkalenders openmaken. Ik vond de eerste week echt geweldig. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om hem te zien. Maar zeker die van Rattenplan, daar zitten echt verrassende dingen in. Ja, en die daar met de washi tape. Je kan gewoon nooit genoeg washi tape hebben, dus wat daar ook uitkomt, het is gewoon leuk. We zijn nu aanbeland bij dag 8. En eigenlijk is het vandaag al dag 9, dus door omstandigheden is het er gisteren niet van gekomen. Wij gaan vandaag dag 8 en 9 tegelijk openmaken. En nou had ik al een beetje hier zitten speuren. Hier moet ik nog even onderkijken. Oeh, dat zou hem wel eens kunnen zijn. Wacht even. Door al dat plakband wat er op zit. Dan moet ik uitkijken dat het niet omdondert. Ja, dit is 8. Ah, jammer. Leggen we 15 even terug. En dan heb ik hier dag 8. En ik zie daar ook al dag 9 liggen. Dus die pak ik er ook even bij. En dan gaan we dag 8 en 9 even gezamenlijk openmaken. Zo, ik heb jullie even neergezet. Dan kunnen we straks ook hier vandaan een klein beetje draaien, daar de adventkalenders van pakken. Maar we gaan allereerst even pakje nummer 8 van de Rattenplan adventkalender doen. Het is echt leuk. Het is echt zo ontzettend leuk. Kijk, dit zijn soort prikkertjes die je kan voor hapjes. En die zijn dan allemaal met kerstfiguurtjes. Ja, ik hou hiervan. Ik vind dit echt zo leuk bedacht ook weer. Heel schattig. Thanks. Dag 9, dat is een heel... Oh nee, zo moet die dan. Is een heel klein pakketje. Dus daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Er zit ook weer mega veel plakband op, dus het is even een beetje zoeken. Ah. Kijk nou. Hoe schattig. Het is een vogeltje. Die kan je ergens opklippen. Bijvoorbeeld hier. Nee, dan moet die hier. Ja. Kijk. Oh. Hier zit hij op de lamp. Zo schattig. Echt heel erg leuk. Ook weer zo leuk bedacht. Nou. Ik word maar verwend, jongens. Echt geweldig. Ik ga even een mesje pakken en de doosjes 8 en 9 van de washi tape adventkalender. Daar ben ik weer. Allereerst doosje 8. Is. Ze liggen er altijd zo plat in. Dus ik probeer altijd te sneaken, maar dat lukt niet, want ik kan het niet zien. Oh, hier gaat Suus heel jaloers op zijn. Wacht even, ik ga hem even openmaken en dan ga ik hem ook aan jullie laten zien. Zo, ik heb hem even uitgepakt en dit is hem. Nou hoop ik dat hij eindelijk een keer in één keer scherp stelt. Ja hoor, kan ik hem beter even zo laten zien. Het is paars, ik weet niet of dat heel goed overkomt. Daarom denk ik dat Suus er zo jaloers op zal zijn. Hij is paars met een rendier en een kerstboom en een duif en allerlei winterse kerstachtige taferelen erop. Eigenlijk meer winters dan kerst, want er staan ook paddenstoeltjes bij, de maan, sterretjes. Heel erg leuk. Dat was dag 8. Nu dag 9. Oh, kijk, hier kunnen we wel een beetje sneaken, want deze ligt niet helemaal plat. Oh, dat ziet er alweer leuk uit. Oh, dat vind ik ook geweldig. Ik ga hem weer even uitpakken eerst. Dit is ook weer een hele kerstige, kijk, met zilveren slingers. En dan zitten er hier en daar van die, ja, je kan het dit, roodachtige versierseltjes op. Even goed kijken. Ja, dat zijn echt kerstballen en kerstklokjes. Dit zijn kerstballen, dit zijn kerstklokjes. Heel leuk ook. Ik moet nog van alles en nog wat in mijn bullet journal doen.
van de afgelopen weken. En dus ook van december en zo. Ja, dan komen deze washi-tapejes natuurlijk wel heel erg van pas. Dus daar heb ik ook helemaal zin in. Ik heb bijna vakantie, jongens. Dan kan ik het allemaal gaan doen. Dus, ik zie jullie morgen weer. Gezellig. En dag 10 van de adventkalenders. Volgens mij lag deze ook, ja. Volgens mij liggen ze nu voorlopig nog even hier. Want zie je, daar ligt dag 10. Die ga ik er dan maar eventjes bij pakken. Kijk of ik dat zo kan doen. Nee, dat gaat niet. Ik pak hem er even bij. Zo, ik heb hem er even bij gepakt. Pak ik hier gelijk even doosje 10 weg. Dan heb ik dat ook maar gelijk gedaan. Even kijken, even jullie zo zetten. Ja, dat werkt. Gaan we eerst pakje 10 openmaken van de Radplankkalender. Natuurlijk weer heel benieuwd naar. Ze weten wel een beetje welke kleur ik erg leuk vind, hoor. Oh, wat leuk. Dan ben ik wel heel benieuwd wat het nou... Oh, maar dat is leuk. Het past misschien ook nog wel in de boom erbij. Ik ga ze even uitpakken. Dat is volgens mij zijn het hangertjes voor, kersthangertjes voor in de boom. Ja, en die zien er dan zo uit. Dus het zijn een soort sneeuwvlokjes. Maakt die ze nou scherp of? Ja, hè? Zie je? Een soort sneeuwvlokjes. Maar dan in het paars. Heel leuk. Superleuk. Ik ga nog even bedenken of is het nou zilver. Nee, volgens mij is het wel paars. Morgen even bij daglicht bekijken. Ja, ik moet zo naar de kaartclub. Dus ik denk, ik doe eerst even die kalenders. Als ik thuis kom, is het helemaal donker. Want ik ben net pas thuis. We hadden een teamuitje van mijn werk vandaag. Was echt heel erg leuk. Dan nummer 10 van de washi tape. Oh, en dat ziet er al heel druk uit. Dit is hem. Ook weer zo'n 19... Ook weer een beetje 90's look heeft het. Nee, het is denk ik geen tapeje die ik zelf gekocht zou hebben. Maar ik vind hem toch wel erg leuk om te hebben. Superleuk. Goed, dat waren ze voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, dag 11 van de kerstkalenders. En ik doe het even zo. Ik heb geen statief, want ik moet even mijn batterijen opladen. Ik ga vandaag weer een aantal, een aantal 12 Days Before Christmas opnemen. Dus ik pak de cadeautjes er even snel bij en dan gaan we ze uitpakken. Ik heb ze er even bij gepakt. Nummer 11 van de Rattenplankkalender en nummer 11 van de washi tape. Hier ga ik voor de verandering eens mee beginnen. Even zo neer. Dan kunnen jullie het zien. Zo. Even het plakbandje door. Even kijken. Oh, dit is ook weer een leukertje, hoor. Ook weer voor de zomer, denk ik. Ik pak hem even uit en dan laat ik hem zien. En dit is hem dan. Kijk, daar komt hij. Allemaal cactusjes. In rood en groen. Tenminste, of oranje en groen. Superleuk. Ook weer een beetje zomers. Zo raakt mijn stash wel aardig compleet. Voor alle mogelijke doeleinden. Dat was natuurlijk ook een beetje de bedoeling. Nu ga ik deze even openmaken. Kijk nou.
Hoe leuk is dat? Het is een cupcake kerstbal. Kijk nou, zo schattig. Ja, die gaat ook wel een plekje krijgen hoor. Echt heel erg leuk, pareltjes erop. Super bedankt. Tot morgen. En dag 12 van de adventkalenders. Ik ben net thuis. Ik heb eigenlijk nog geen lampjes aangedaan. Maar ik zit hier even te kijken. Maar hier ligt hij in ieder geval niet tussen. 15, 17, 18, 16. Hier hebben we wel nummer 13. Dit is nummer 19, nummer 14, nummer 20. Dan is het op. Dat zou betekenen dat ik hier ergens even in moet graaien. Dus dat ga ik eerst even doen. Nou, en of die in de zak zat. Want kijk eens, het is een hele grote. Dus die ga ik maar eens even uitpakken. Ah. Ah. Wat een leukertje. Wat een leukertje, kijk nou. Wat ik heb gekregen. Hij staat ook nog eens op een hele leuke. Ja, wat is het? Sokkel of zo? Zo leuk. Leuk gezichtje heeft hij. Haha, grappig hé. Dat vind ik ook wel een heel leuk cadeau. Die gaat bij die andere daar maar, hè. Ga ik nu even naar de andere kalender. Oh. Zit ik hem zo achterloos open te maken? Nou, gelukkig hebben jullie daarvan een stukje kunnen zien. Ik heb dus nummer 12 opengemaakt. En het ziet er rood uit. Dus ik ga eens even kijken. Ja, dat is ook wel heel kerstig hoor. Rood met rode sterren erop. Ik maak hem even open, want dan die weerspiegeling is toch een beetje lastig zien. Kijk, gaat dit beter? Nou, hallo hé. Ah, daar komt wat. Zie je? Allemaal sterretjes. Ik vind hem wel echt ook weer heel erg leuk. Heel kerstig, maar ook wel stoerig of zo. Dit kan je ook wel in combinatie met blauw en wit en zo. Vind ik het ook wel heel erg leuk. Dus dan hoeft het niet alleen voor de kerst te zijn. Nou, ik ben weer verwend vandaag. Tot morgen. Dag 14 van de... Nee, helemaal niet. Dag 13 van de adventkalenders. Mijn vakantie is begonnen. Jee, echt zo blij mee. Heerlijk. Ik heb nog niet echt onwijs wilde plannen. Ik ga niet weg of zo. Maar ik heb 2,5 week vrij en ik ga er echt tot de max van genieten. Maar goed, nu moeten we eerst even zoeken naar pakje 13. En gisteren hadden we natuurlijk die onwijs toffe en leuke kerstman. En ik heb pakje 13 al gevonden. Ik ga hem jullie even laten zien. Kijk, daar ligt hij. Pakje 13. Dus die pak ik er even bij. Evenals doosje 13. Een mesje. En dan ben ik weer bij jullie ik terug. Pakje nummer 13. Doosje nummer 13. En een mesje. Dus ik ga deze voor jullie unboxen. Vrijdag de 13e. Ik ben heel benieuwd. Zal ik toch beginnen met deze? Ik begin toch maar met deze. Ik doe het weer even zo hoor jongens, want jullie kennen me. Te lui om een statiefje te pakken. Even zien. Oh. Oh. Even kijken, ik ga jullie het even laten zien. Het is eigenlijk een heel simpel iets. Het is een zakje. Een soort cadeautje. Maar parelmoer en zo. En glimmend. En eigenlijk past die heel leuk. Wacht even hoor, dat gaan we even doen. Zo, dat gaan we even zo doen. Want ik denk dat die eigenlijk juist heel leuk in de boom
past. Omdat die best wel een beetje hetzelfde kleurtje heeft als de rest. Dus als ik deze nou hier hang, daar hangt die dan toch best leuk. Kijk nou. Ik vind het wel geinig. Nou, die krijgt een mooi plekje daar. En dan gaan we nu de washi-tape openmaken. Daar staan jullie weer. Ik heb hier nog steeds doosje 13. En mesje. Even het plakbandje door. Topje er weer op. Deze mesjes komen bij IKEA vandaan. Ik weet niet of je dat kan zien. Nee, maar hier, er staat hier IKEA. Daar moet je echt dat dingetje weer op doen. Want die mesjes zijn me toch een partij scherp. Even kijken. Oh, hij valt er al uit. Nou, het is iets roods. Oh, gaaf zeg. Dit vind ik echt een hele toffe. Kan je hem zien? Nee, natuurlijk niet. Ik moet hem eerst weer even uitpakken. Goed, poging 2. Kijk, zonder folie werkt het gewoon echt een stuk beter. Het is rode washi tape met zilveren ruitjes. En dit zilver is ook weer een klein beetje een soort holografisch lijkt wel. Heel erg leuk. Morgen de laatste van deze week. En dan kunnen jullie er zondag weer van gaan genieten. En dat doen jullie nu al. Maar voor mij is het nog maar vrijdag. Goedemorgen. Welkom bij de laatste dag van deze week adventkalenders. En ik ben me er wel een beetje van bewust dat de dagen dan misschien niet helemaal kloppen. Want we zijn natuurlijk op een zondag begonnen. Toen heb ik hem ook weer op zondag, toen heb ik tot en met de 7e gedaan. En nu doe ik met de, tot en met de 14e. Nou, ik weet niet. Ik weet niet of het precies klopt, maar geeft niet. Vandaag is het 14 december. En vandaag dus de pakjes van dag 14. En dan gaan we allereerst weer even naar deze. En even zoeken. Dit is 15. Is dit 14? Ik kijk nu door het schermpje, dus, oh nee, 17, 16, 18, 20, nee, ah, 14. Ja, ik heb hem. Dat is deze. Dat is weer een wat grotere. Oh, hij is zwaar ook. Ik ga hem even neerzetten. Mijn boom staat gezellig aan. Je ziet er niet zoveel van overdag, maar ik vind het wel leuk. En ik, kijk, ik heb die kleine daarbij gezet. Leuk, hè? Goed. Oh, niet te hard. Ik heb jullie maar weer even pootjes gegeven. Toch maar wel. Ik ga jullie weer even neerzetten. Dat is wel zo leuk. Even kijken hoor. Dit statief is natuurlijk eigenlijk niet helemaal. Oh, maar nou ben ik zat in beeld. Pakje nummer 14. Ik ben benieuwd. Het is zwaar. Ja. Ja, weet je. Laura kent me gelukkig wel een beetje. Kijk nou. Ik had gezegd dat ik geen beeldjes meer wilde in huis. Behalve dat ik er een paar in de kast heb staan. Maar kijk nou. Die is toch schattig. Geweldig. Ik vind hem leuk. Hij zit in een mandje. In een gouden mandje. Ja, weet je, die moet gewoon een plekje krijgen. Die vind ik leuk. Ga ik even de washi tape erbij pakken van vandaag. Oh, en een mesje natuurlijk. Found it. Mesje. En dag 14. Ik hoop op een ook nog een keer een heel kerstig tapeje. Tot nu toe hebben ze zich gehouden aan wat ze zeiden. Dat ze het heel veelzijdig hebben gemaakt. En dat vind ik echt mega leuk. Maar ik heb kerstwashi tape op een site gezien waarvan ik toch echt hoop dat er minimaal één van in zit. Dus we gaan het zien. We gaan hem weer openmaken. Roze? Ja. Of rood? Nee, roze. Oh. Ik ga hem weer even uit zijn folie halen. Hè? Dan kan ik het jullie makkelijker laten zien. Oh, hier zit hij. Er zit zo'n kartelrandje aan, dat je het er makkelijk af kan halen. Nou, ja, dit is wel waar ik om heb gevraagd, jongens. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Wacht, ik probeer dit even zo te laten zien.
zijn allemaal kaarsen, zie je? Allemaal kaarsen. Zo leuk. Ik dacht het al, maar ik moest even goed kijken omdat het volgende laagje er dan een beetje doorheen schijnt. Kan je het niet helemaal goed zien als die opgerold zit. Maar het zijn echt allemaal kaarsjes. Zo ongelofelijk leuk. Super, super. Nou, dat was deze week adventkalenders. Ik hoop dat jullie die weer net zo van genoten hebben als ik. De reacties op de eerste video waren heel erg leuk. Sterker nog, er kwam vandaag al een reactie. Hallo, waar blijft de tweede? Nog even geduld. Ik ga hem nu in elkaar zetten en voor morgen online plaatsen. Dus morgen komen er twee video's online. Want inmiddels is ook mijn 12 Days Before Christmas begonnen. En dit is extra. Dus helemaal leuk. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe Adventtime. Tot dan! Doei doei!